Een groep bezoekers aan Bramspunt heeft dinsdag stropers op heterdaad betrapt bij het wegdragen van eieren van zeeschildpadden. Deze informatie deelt milieudeskundige Erland Sleur, voorzitter van Stichting ProBios, met onze nieuwsdienst. Het gaat om 3 mannen die op het strand van Bramspunt zijn aangetroffen met 2 zakken met zeeschildpad-eieren. Sleur betreurt het dat de noodzaak om de zeeschildpadden te beschermen nog niet tot een ieder is doorgedrongen. Ze hebben een achtervolging ingezet en ze hebben de mannen, ze konden die nu natuurlijk niet aanhouden of arresteren, want er zijn geen politie. Ze hebben die gefotografeerd en gefilmd en ze hebben die beelden naar mij toegestuurd. Ik heb dat naar de politie van Nieuw Amsterdam gestuurd. De inspecteur is meteen uitgerukt met een boot. Helaas heeft hij de mannen niet daar aangetroffen, maar ze zijn herkend geworden door mensen die daar in de buurt wonen. Dus het blijken bekende stropers te zijn. Maar het gaat erom van, deze mensen worden zo brutaal. Ze doen het overdag, alles is mogelijk daar op het strand. Tot maandag was er waren er voor 2 dagen 2 jachtopzieners daar. 3 jachtopzieners die zijn vertrokken. Sleur zegt ook te twijfelen aan de jachtopzieners van Natuurbeheer. Volgens hem is het al voorgekomen dat jachtopzieners betrapt zijn op het stropen. Want ook wij hebben vreemde dingen aangetroffen met jachtopzieners die daar blijkbaar ook aan het stropen zijn samen met andere stropers. Het is een hele zware beschuldiging. Ik ben normaal heel goed bevriend met de jachtopzieners. We hebben vroeger heel veel samengewerkt. Toen ik nog bij Stinatie werkte, maar ook na mijn tijd met Stinatie, heb ik veel met jachtopzieners opgetrokken. Maar helaas heb ik vorige week zaken moeten waarnemen. Ook vanuit monden van de politie, wat op dezelfde avond ook is plaatsgevonden, kan ik maar 1 conclusie trekken, dus dat daar 2 jachtopzieners bezig waren met het roven van eieren samen met, althans met het transport van eieren. En we hebben ze eigenlijk half op de hele daad betrapt. En wij hopen dus dat de PG hier ook werk van gaat maken. Ik ga ervan uit dat de inspecteur een rapport hierover gaat maken, die van Nieuw Amsterdam. En ik ga hem morgen een bezoek brengen om te kijken hoe kunnen wij hier verder werk van maken. Milieudeskundige Erland Sleur, voorzitter van Stichting ProBios. Hij wijst erop dat zeeschildpadden wereldwijd bedreigd worden met uitsterven. Daarom moet er beter omgegaan worden met de broedplaatsen van deze dieren. En moeten stropers volgens hem hard aangepakt worden.